Muziekliefhebbers die van koren houden mogen het volgende zeker niet missen. Volgend weekend vindt het traditionele Concerto Primavera van Harmonie Hatelt weer plaats. Maar deze keer heeft het optreden een bijzonder randje. Het Hatelse gezelschap slaat namelijk de handen ineen met het amusementskoor Surprise uit Ewijk. De koren zullen ook enkele nummers gezamenlijk uitvoeren, dus daar wordt volop voor gerepeteerd. We hebben het hier over Concerto Primavera 2024, of het voorjaarsconcert willen ze ook wel eens zeggen. En ieder jaar hebben wij dat concert en ieder jaar proberen wij andere gasten erbij te hebben. En dit jaar hebben we dus gekozen voor een amusementskoor, in dit geval uit Ewijk. Harmonieorkest Hatert en amusementskoor Surprise uit Ewijk hebben afgelopen donderdag een generale repetitie gehad. We hebben één keer hiervoor geoefend met de harmonie en dat ging eigenlijk al supergoed. En vanavond hebben we nog een keer een doorloop gedaan en ik mag zeggen, het laatste lied was echt super om te horen. Ik moet zeggen, we hebben afgelopen dinsdag eerste repetitie gehad. Dat was puzzelen. Het moet aan elkaar aansluiten allemaal, moet ik niet te hard, niet te zacht, noem maar op. Maar ik heb er nu een goed gevoel bij. En we hebben nog een halve repetitie. De nummers zitten er goed in. En nu is het even een kwestie om de boel gelijk te krijgen. Dus echt keurig netjes onder elkaar te krijgen. Het koor is heel duidelijk gewend aan een eigen dirigent. Het orkest is heel duidelijk gewend aan een eigen dirigent. En het is voor zowel koor als orkest wennen. En ook veel op het gehoor doen. Weet je, ik heb zoiets van, joh, laat de muziekpartij even los. En speel op je gevoel en kijk gewoon naar de dirigent en dan komt het wel goed. Er wordt hard gerepeteerd voor het concert volgende week zaterdag. Nou, het concert is van zeer uitwisselende aard. We hebben popmuziek, we hebben film musical muziek, we hebben een echt hava arrangement, we hebben echt hele mooie gedragen muziek, maar we hebben ook swing. We geven allerlei up-tempo nummers en dat kunnen we daar dan ook ten gehoor gaan brengen. Het nummer wat we samen nu ook doen, dat is eigenlijk het mooiste nummer wat we doen. Om maar iets te noemen bijvoorbeeld, een hele mooie medley van Theo Jetten van Ramses Shaffi. Dus vier songs van Ramses Shaffi. Nou, dat is zo mooi geschreven, dat zal zo mooi klinken. En dat zou graag zien dat mensen dat komen beluisteren.